Hoi, Robin hier en welkom bij alweer de 7e aflevering van Robin Small Talk. En voordat ik ga beginnen met deze aflevering wil ik eerst zeggen, na aanleiding van deze aflevering van Wie is de Mol, ik eindelijk een beslissing heb kunnen maken wie van de kandidaten ik denk dat de mol zou kunnen zijn. En eigenlijk denkt iedereen nu toch wel redelijk hetzelfde. En zoals ik in een van de eerdere afleveringen van Robin Small Talk al heb gezegd, doet dit seizoen mij ook heel erg denken aan de Mol België. En dat gaf mij ook weer een enorm déjà vu moment. Wat ook de titel van deze aflevering is. En waarom dit voor mij een déjà vu moment is, is omdat in de Mol België exact hetzelfde was gebeurd met Alina. En nu weer Siegenburger met Jeroen. Maar voordat ik mijn verdenking duidelijk ga maken, gaan we toch de aflevering bespreken. Te beginnen met opdracht 1, genaamd weer achter je rug. Dit is dezelfde opdracht als in aflevering 1, opdracht 1. Alleen was de inhoud van de bakjes iets anders dan in de eerste aflevering. Deze opdracht kon ze namelijk €3000 verdienen voor de pot, maar uiteindelijk was dit €0. Natuurlijk heel logisch dat iedereen voor het vraagteken ging, want ze mochten daar naar de kamer met meer inzicht wie de mol zou kunnen zijn. Dit was de kamer waar ze de spiegels met tekst nog een keer zagen en zoals de afbeelding al veelvuldig voorbij is gekomen, lijkt het nagenoeg sprekend op het handschrift van Jeroen. Ja, wat valt er dan nog te zeggen, denk ik dan zo? Ja, zoals al vaker is gezegd, niets is wat het lijkt. Maar toch, om de rest van de opdracht te bespreken, Nikki is de enige die de tekst van de aflevering uitspreekt, namelijk déjà vu. Oh, Jezus. Oh, déjà vu, jongens. Zou ook natuurlijk een hint richting Nikki kunnen zijn. En als ze dan nog met Jeroen bezig zijn. Jeroen is de enige die niet het briefje voorleest, maar eigenlijk het vanuit zijn molperspectief voorleest. De eerste avond, toen jullie allemaal sliepen, heb ik deze boodschappen op deze spiegel geschreven. Oftewel, als je dit handschrift kunt ontrafelen en weet van wie het is, dan weet je dus wie de mol is. In ieder geval, tot zover opdracht 1. Hierna kwam namelijk de test en executie van Peggy. Dit was verder niet zo heel erg spannend te noemen, dus deze tekst en executie slaan we over. Wat wel inhield dat ik inderdaad een aantal punten ben verloren, omdat ik toch ook op Peggy had ingezet. Maar ja, ik zat er helaas naast. Dan gaan we door naar opdracht 2, genaamd wegwerken, waar ze scrabblewoorden met tonnen moesten maken. Ze konden hier €3410 verdienen met deze opdracht, maar uiteindelijk was dit maar €320. Hier waren ze elkaar aan het testen of ze nu wel of geen spatie moesten plaatsen. Voor de zekerheid heb ik het ook nog even nagezocht en daaruit is gebleken dat er geen spaties gebruikt hoeven te worden in scrabblewoorden. Wat hier dan eigenlijk inhoudt dat Jeroen bewust €50 heeft weggespeeld omdat hij een spatie in de plaats van San Quirico wilde hebben. Verder waren ze tijdens de opdracht ook ineens de letter I kwijt. Ik kon alleen de beelden even niet zo snel vinden waar het gebeurde, maar uit betrouwbare bronnen bleek dat dit door Jeroen kwam. Hij was de tonnen aan het wegrollen en op een van de tonnen stond de I. En deze heeft hij ons erboven neergezet, waardoor de letter I uiteraard niet meer zichtbaar was. En leek alsof de letter weg was. En wat ook opviel is dat Nikki veel woorden met klinkers had. Woorden die dus niet heel veel waarde hadden op dat moment. Net zoals in het echte Scrabble-spel. In ieder geval een aantal opvallende momenten voor deze opdracht. En dan komen we alweer aan in opdracht 3, genaamd Mijn Geluid. De laatste opdracht van dit seizoen van Wie is de Mol? In deze opdrachten moesten ze met een mijntreintje rijden en vragen aan elkaar stellen en de antwoorden daarop moesten ze onthouden. Ze konden hier €1500 verdienen, maar ze hebben met deze opdracht maar €750 voor de pot bijgebracht. In deze opdracht viel het op dat Jeroen niet direct heel erg aan het mollen was. Zat Tigo eigenlijk op de ideale molpositie of sleutelpositie om te kunnen mollen? En het was juist eigenlijk Nikki die hier aan het mollen was. Nikki die had wat vreemde antwoorden. Die je natuurlijk niet zo makkelijk zou kunnen onthouden. Dit zal ze waarschijnlijk gedaan hebben om zichzelf nog wat meer verdacht te maken. Wat denk ik bij Tigo. Al met al tot zover de opdrachten van het jubileumseizoen van Wie is de Mol. En dan is het alweer tijd voor de afsluiting van deze finale aflevering. Er is in dit seizoen een hoop gebeurd. Hoop gekke en onverwachte dingen meegemaakt. Maar na deze aflevering van Wie is de Mol heb ik de beslissing genomen voor zover je het nog niet had meegekregen. Dat Jeroen voor mij de mol is voor dit seizoen. Daarbij heb ik het vermoeden dat Nikki de winnend finalist is en Tigo de winnend finalist. En ja, dat is waar ik het voor nu bij gelaat. Ik kan er ook niet veel meer van gaan maken. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Als je het hebt gedaan, laat dan een like achter.
En vergeet niet te abonneren. Als je al bent geabonneerd, vergeet er niet op een belletje aan te zetten, zodat je een bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik voor nu, later.